Hoe krijgen ze dat nou weer voor elkaar? Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Vorige aflevering waren wij gebleven bij het punt dat wij hier weg hadden geplaatst. Of paving stone in ieder geval, alleen we kunnen het niet goed zien. En ik denk dat ik inmiddels weet hoe dat zit. Want als we nou eerst nog even wat meer van die paving stone erbij gooien, hier zo. Hoppakee. En dan gaan we even wat proberen hoor. Dan zet ik er bijvoorbeeld gewoon een stuk fence naast. Zo, en daar ook. Het zou moeten werken volgens mij. Wait for it. Dan gaan we even tempo wat omhoog gooien. Hoppakee. Door maar lock normal. Als het goed is. Als daar dan een stuk hek staat. Dan zie je het wel. Kijk! Is toch handig? Dus dat gaan we nu overal doen. Dus kortom. Wat gaat er dan weg? Dan gaat... deze gaat dan weg. Zo. Hoppakee. Gaan we gewoon eerst overal in ieder geval een tweede rijtje. Of drie rijtjes met paving stone doen. Dat in ieder geval. Ik bedoel, we hebben toch doekoe zat. Dus dat komt helemaal goed. Zo, daar nog wat erbij. Hoppakee. Dit komt helemaal goed. Daar dan nog wat bij. Daar dan nog wat bij. Daar ook. Zo. Hop. Dat is wel een beetje veel werk. Maar dat maakt niet uit. We moeten wat voor over hebben. Zo. En dan plaats je gewoon overal wat hekjes, zeg maar. Gewoon er omheen. Dat moet lukken. Zo. Hoppakee. En dan daar nog wat. Ja. Hier er wat bij. En dan zo. En dan moet er hier ook nog wat bij, vind ik. Dat gaat dan allemaal hier zo naartoe. En dan zo, hoppakee. Ik vind het helemaal mooi hoor, jongens. Zo, hier helemaal langs. Hoppakee. Dit is zo mooi, hè. Die werkers die werken ongeveer net zo snel als dat ik die panen kan aanleggen. Volgens mij hebben we nu overal drie liggen, ja. Nou, dan gaan we gewoon heel simpel. Gaan we overal gewoon van die hekjes langs zetten. En dan hier langs allemaal. Zo. Dan heb je in ieder geval mooi dat alles gewoon mooi aansluit, zeg maar. En dat is uiteindelijk toch wel wat je wil hebben. Heb je ook gewoon een goede infrastructuur. En dat is ook belangrijk om te hebben. En dure woorden gebruiken is ook belangrijk. En ik zie dat daar nog wat paving stone mist, hier zo. Dus gaat gewoon nog wat paving stone bij. Zo, hekje hier er langs. En daar ben ik ook wat vergeten trouwens. Ja, zo. Daar eentje nog. Paving stone. Hier nog helemaal langs. Dan hekje er hier nog bij. Daar mist ook nog wat paving stone. Zo kom je tenminste nog eens een keertje wat tegen. Dan gebeurt er nog eens een keer iets. Nou, laten we daar ook maar gewoon paving stone aanleggen. Het heeft geen zin om daar nog een hekje te plaatsen. En daar ook. Hoppakee, gewoon doen. Zo, en dan hier er helemaal langs. En dan zo. En dan hier helemaal eromheen. Zo, kijk eens aan. En daar ook. Zo. Zo, nice. En dan hier nog. Behalve die. Dit wel. Dan ziet het er tenminste goed uit. Ja. En dan moet daar komt nog even een deurtje erin. Anders kunnen ze niet bij hun storage. Dat zou een beetje vervelend zijn. Nee, wacht even. Laat maar.
dan haal je daar gewoon wat weg. Zo. Dat haal je dan gewoon weg. En dan komt daar gewoon paving stone. En dan hier ook. En zet je daar gewoon omheen. Allemaal fans. Zo. Maak dat maar gewoon zo. En daar nog. Fans. En dan wordt dit gewoon allemaal... En dit hier nog paving stone. En dit hier allemaal nog paving stone. En dan wordt dit gewoon... Even kijken. Zullen we daarvan doen? Zullen we daar gewoon gravel of zo van maken? Of gewoon steen? Ik weet niet. Dat is handig. Concrete tiles. Dat is misschien wel leuk. Maar hier zo. En dan wordt dit ook maar gewoon concrete tiles. En maken daar ook maar gewoon een storage van. Daar nog. Zo. Oké. Nou, daar zijn ze nog even mee bezig. Hihi. Dat is toch leuk altijd, hè? Die mensjes een beetje daar zo mee bezig te houden. Maar het ziet er wel allemaal vet netjes uit. Dus dat scheelt wel. Heb ik nou serieus daar nog niks aan fans lopen? Nee. Toch ook sneu. Hoppakee. Dat erbij. Daar zo. Even controleren of alles een beetje klopt. Volgens mij klopt het aardig. Daar is nog wat. Zo. Daar zijn ze bezig. Oh. Ja, leuk allemaal. Ja, hoe krijg je het dier nou weer... Hoe krijgen ze dat nou weer voor elkaar? Ja. Laten we eventjes ergens een deurtje inzetten. Zodat ze gewoon ergens er nog wel weer in kunnen. Waarom wil dat niet? No route. Nee, klopt. Dan moet ik eerst daar wat weghalen. Zo, hoppakee. Dat werkt. Als je nou hier een staaf door inzet. Zo. Ja. Waarom niet? Dat wil gewoon. Nou, raar dit. Niet zo raar. Ik wou net zeggen. Niet zo raar doen. Hoppakee. En dan kan daar natuurlijk ook nog weer paving stone. Zo. Is dat ook nog weer klaar? Nee, niet grass. Ik zei paving stone. Zo. Die ook nog. Kom op, even doen. Niet zo flauw doen hoor. Zijn die gevangenen daar nou nog steeds? Ja. Nou jongens. Nou, hup, daar ook een staf door erin. Echt vet raar zijn ze hier bezig. Het ziet er wel allemaal vet netjes uit zo, vind ik. Het oogt wel mooi. Ja, op zich wel. Ik ben er tevreden over. Ja, oké. Okay. Nu moet jij daar weg, natuurlijk. Anders gaat iedereen eruit. Dat wil je ook niet hebben. Zo. Dan moet die nu... Even kijken wanneer yard time is afgelopen. Dan kan je die weghalen. En volgens mij is yard time bijna afgelopen. Dus dat scheelt. En dan kan die deur weer weg. En dan kan je daar weer gewoon een stuk hek neerzetten. Dus dat scheelt. Oh, yard time is 2 uurtjes. Oké, mag ook.
Tja. Gebeurt af en toe. Oh. Hij is aan het opslaan. Zo. Nice. Oké. Okay. Die kan nu inmiddels al wel weer weg. Daar kun je een gewoon hekje neerzetten weer. Zo. Dat wordt weer gewoon hek. Ja. Haal die weg. Dismantle. Dump. Goed zo. Jij snapt het. Mooi. Oké. Okay. Nee, wat doe je nou? Dismantle. Job in progress. Oh, help jongen. Serieus? Jemige. Zitten ze daar weer vast? Leer het nou eens. Demolish walls. Dat even weghalen zo. En zet daar alsjeblieft fence neer. Zo. Ja, en daar dan ook. En ga er niet aan die andere kant staan. Kom aan deze kant. Juist. Je snapt dat. Nee. Niet doen. Wat doet hij? Ja, oké. Okay, jongens, jullie zometeen naar boven toe. Ja. Eventjes daar naartoe. Goed zo. Dat is goed genoeg. Oké. Okay. Volgens mij klopt het nu overal. Heb ik nu nergens meer mensjes die hier buiten lopen? Nee, gelukkig. Sorry jongens. Ik had in één keer geen schrijfruimte meer, dus ik kon niks opnemen. Dus de opname werd in één keer gestopt. Maar ja, ik weet niet tot hoever jullie het nog hebben gezien. Ik heb het niet nagekeken. Maar we hebben weer een mooie infrastructuur, vind ik. Dat vind ik serieus. Ziet er gewoon goed uit. Ja. Nou, jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Druk ook even op het knopje abonneren. En het knopje delen kan allemaal onderaan deze video. Doe dat even voor mij. Zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie de volgende aflevering gewoon weer terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Tot later.